Genesis 35. En God zeide tot Jacob: Maak u reis vaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar. En hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij voor zijn broeder vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebecca, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel, onder een eik, en men noemde die Eik van Geween. En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Padan Aram en zegende hem. En God zeide tot hem: Gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven, en uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had, een stenen zuil. En hij stortte een plengoffer erover uit en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. Daarna braken zij op uit Bethel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en zij had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Daarna brak Israël op en spande zijn tent aan de andere zijde van Migdal-Eder. En toen Israël in dit land woonde, ging Ruben heen en lag bij Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël hoorde het. De zonen van Jacob nu waren 12 in getal. De zonen van Lea, de eerstgeborene van Jacob, Ruben. Voorts Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, Dan en Naphtali. Vervolgens de zonen van Zilpa, de slavin van Lea, Gad en Aser. Dit zijn de zonen van Jacob die hem geboren zijn in Padan Aram. En Jacob kwam bij zijn vader Isaac te Mamre, bij Kiriat Arba, dat is Hebron, waar Abraham en Isaac als vreemdeling vertoefd hadden. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf, en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd, en zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.